Ja, vrienden, jullie kijken hier naar een teleurgestelde man. Ja, want aanstaande maandag, dan zouden wij eigenlijk de straat op mogen. Dan zouden wij ook allemaal die versoepelde regeltjes krijgen. Nee, niet hier hoor. Want ook in Spanje hebben ze als het kan. Dus als het kan, dan mag je hier wat vrijer bewegen. Dan kan je meer dingen doen. Dan gaan de terrassen open en noem het maar op. Maar ze hebben het ingetrokken hier. Ja, dus gaat helemaal niet door. Niks aan de hand. Gewoon, je blijft nog 2 weken langer blijf je in huisarrest. 2 weken langer moet ik, want ik zit al 8 weken vast. 2 weken langer ben ik Frank Maasmeijer. Ja, want dat ben ik eigenlijk. Alleen zonder enkelband. Dat is het. Maar in die tussentijd, terwijl wij hier dus gewoon muurvast zitten, lees ik in Nederland dat de treinen vol zitten. De treinen zitten vol. Terwijl iedereen aan alle kanten vertelt, jongens, kijk nou uit, doe nou voorzichtig. Ga nou niet met z'n allen als een dolle in de tram, in de treinen bovenop elkaar staan. Nee. De NS moet zeggen, mensen blijven godsnaam weg. Hebben jullie dat niet gelezen? Wat die topfiloloog daar in Rotterdam bij het Erasmus, wat die heeft verteld. Die mevrouw Koopmans. Ja, en ik geef het maar even door, hè. Ik geef het maar even door. En ik voel mezelf bijna als een afhaal-Chinees met zo'n hoep en doorgeefluikje en weer dicht. Dat is wat ik ben, de afhaal-Chinees, want ik geef door wat die mevrouw Koopmans zegt. En die mevrouw Koopmans die zegt, hou nou afstand en ga niet met te veel mensen bij elkaar. Want als dat misgaat, zegt zij, dan hebben we een megaprobleem. En knoop dat nou eens in je oren, hier. Zet dat nou eens vast en ga daarna leven, want daar gaat het om. Want de discussie is al de hele tijd aan de gang van, komen die soepele regels niet te vroeg? Hebben we het virus al onder controle? Dat is er allemaal aan de gang. Dus ja, hier al. Hey, blijf nou nadenken, want wat die mevrouw Koopmans ook zegt, die zegt, er komt nog een tweede virusgolf, die komt er. En hoe groot die wordt, dat weet ze niet. Dat heeft gewoon zuiver te maken met ons eigen gedrag. Hey, knoop dat nou ook even in je oren. Gewoon hier vastzetten. Want dat zijn dus belangrijke dingen die die mevrouw zegt. We hebben het dus eigenlijk met z'n allen, heb je het gewoon zelf in de hand hoe het verder gaat. Maar ga daar dan ook heel verstandig mee om. En verantwoord mee om. Ga daar niet met z'n allen hollend een trein in. Of ga daar niet met z'n allen met grote groepen bij elkaar. Doe dat nou alsjeblieft niet. Ja, en dan zeggen jullie natuurlijk weer van, ja, daar heb je hem weer. Ja, daar heb je hem weer, ja. Ja, ik blijf waarschuwen en ik blijf ook doorgeven. Ja, uw geachte afhaal-Chinees.